I am the dream and the hope of a slave. Op deze manier startte ik 24 jaar geleden mijn journey als zwarte vrouw in de maatschappij. Ik ben toen rechten gaan studeren omdat ik op mijn eigen manier een steentje wilde bijdragen aan een rechtvaardigere samenleving. Maar dit alles ging niet zonder slag of stoot, met name vanwege de structuur van mijn haar en de kleur van mijn huid. Ik zou willen dat het anders was. Ik zou willen dat de prinsesjes en prinsjes die volgen zich niet druk hoeven te maken over een westerse schoonheidsideaal. Ik zou willen dat zij zichzelf meteen kunnen omarmen en meteen van zichzelf kunnen houden op de manier zoals ze zijn. Dit is de reden dat ik meedoe met Miss Black Hair Nederland. Dit is de toon die ik samen met de andere missen wil zetten. Still we rise.